Vandaag gaan we de eerste schakeling bouwen uit hoofdstuk 5 van het boek. Die schakeling die werkt met een analoge sensor en wel een potentiometer. Dit is een veranderbare weerstand waarbij het draaien van het knopje de weerstand hoger of lager maakt. Dat betekent dus ook dat met het draaien van het knopje de hoeveelheid stroom die beschikbaar is meer of minder wordt. Dit kun je gebruiken met een Arduino om aan de hand van een analoge ingang uit te lezen wat er gebeurt en daar kun je vervolgens dingen mee doen. We gaan hem eerst bouwen in Tinkercad, daar de code aan koppelen. En als het allemaal werkt, dan schakelen we over naar een breadboard en gaan we hem daar ook in elkaar zetten. Ik begin nu met het selecteren van een Arduino. En ik pak hem inclusief breadboard. En dat is wel zo makkelijk. Moeten we heel even wachten tot hij er staat. En het geheel ga ik dan proberen te draaien. Want dat vind ik over het algemeen fijner werken. Als jij hem fijner vindt staan zoals hij net stond, is het natuurlijk ook prima. Maar ik wil hem graag zo. Nou, wat ik al aangaf, we gaan aan de slag met een potentiometer. Dus dat is ook meteen iets wat ik ga pakken. En die zet ik ook zo neer. En die draai ik even. En die ga ik hier zetten. En wat je bij een potentiometer doet, is het volgende. Ik ga zo meteen op wat hier de bovenste pin is, ga ik 5 volt zetten. Op wat de onderste pin is, ga ik de ground aansluiten, zodat ik een gesloten stroomkring heb. Dan zie je dat er nog een derde pin in het midden staat. En die derde pin, die ga ik straks aansluiten op een analoge sensor. Die zie je hier links op een bordje staan en dan specifiek op analoge sensor 5. Wat er namelijk gebeurt, wanneer ik alles aanzet en ik ga aan die potentiometer draaien, dan verandert de hoeveelheid stroom die bij die middelste pin beschikbaar is. En daarmee wordt dus de analoge waarde die je uitleest op je bordje hoger of lager. Het aansluiten is vrij eenvoudig. Ik ga nu gewoon beginnen met het aansluiten van 5 volt die ik hier al heb lopen naar deze pin. En die maak ik rood zoals het hoort. En bij deze pin doe ik dat met de ground. En die maak ik zwart. Op dit moment heb ik hier in principe al een gesloten stroomkring. Het enige wat ik nu nog ga doen is bij die middelste pin. Daar vandaan ga ik een kabeltje trekken naar A5, want dat wordt namelijk het punt waar we op gaan meten. Die kabel die trek ik gewoon zo in een rechte lijn door. En het is een input. En inputs vind ik altijd prettig als die blauw zijn, want dan zijn die altijd hetzelfde. Dit is in essentie de hele schakeling die je nodig hebt voor een potentiometer. Bij die schakeling hoort natuurlijk ook code, want de schakeling aan zich doet niks. Dus laten we even naar de code gaan. En dan stappen we over van blocks op tekst. Bij de waarschuwing zeggen is goed, gaan we door. Alles wat er staat gooi je weg, dat is helemaal niet interessant. In principe is het de bedoeling dat jullie nu de code uit het boek overnemen. Ik heb hem hier al klaarstaan, dus ik plak hem even hierin. En die gaan we even doorlopen. Dus ik maak hem ook even iets breder, ik schuif deze even wat naar links. En we gaan even kijken, wat zien we hier? Potentiometer, regel knippersnelheid met potentiometer op A5. Dus we hebben hier op A5 aangesloten, dat is alvast goed. Hij maakt gebruik van een constante om de sensorpin aan te sturen op pin A5. Dat is iets nieuws, voorheen moest je dat in je Void setup doen. Hier maakt hij gebruik van een constante. Hij definieert ook een constante voor de LED-pin, dat is nummer 13. En nummer 13 dat is die ingebouwde LED die je hier links ziet. En er is een sensor value, een waarde die hij aan de sensor houdt. Vervolgens moeten we een ledje aansturen, dat doen we met ledpin, dus met die led 13, die ingebouwde. En daarna gaan we eigenlijk heel simpel de sensorwaarde uitlezen. En dat doen we met het commando, en dit is zo belangrijk, analog read. Met dat commando kun je die sensorpin uitlezen. Dus dat is hier die pin A5, en daar hangt hij een waarde aan. Die waarde hangt aan sensor value. Vervolgens zetten we een lampje aan en doen we een delay die gelijk is aan de sensor value. Daar ga ik zo wat meer over vertellen. Daarna doen we een digital write en zetten we alles weer uit. En dan doen we een delay die weer gelijk is aan die sensor value. En die sensor value, dat is bij een digitale, een drukknop, is dat een 1 of een 0, een aan of een uit. Bij een analoge sensor heb je in totaal 1024 waarden. De laagste waarde is 0. De hoogste waarde is 1023. Dat betekent dus op het moment dat deze potentiometer op de hoogste waarde staat, dat de LED ongeveer een seconde aangaat, ongeveer een seconde uitgaat.
En naarmate die waarde steeds lager wordt, gaat het ledje, als het goed is, steeds sneller knipperen. Wat dat betreft niet een hele complexe code, maar omdat het de eerste keer is, kan het nog best wel lastig zijn. Op dit moment doen we iets heel simpels. We laten een ledje sneller knipperen of langzamer knipperen aan de hand van een analoge waarde. Omdat je 1024 waarden hebt, zou je er natuurlijk heel veel mee kunnen doen. En hoe je dat invult, dat ga je later ook zien wanneer we met een lichtgevoelige weerstand aan de slag gaan. En verder in het boek staan nog een aantal opdrachten waar je met een analoge sensor aan de slag kan. Ik ga nu, als ik het zo zie, de code is goed, de schakeling is goed. Ik ga nu zeggen start simulatie. Dan kunnen we kijken of hij werkt. Het lampje knippert. De simulatie loopt nu nog erg langzaam zoals je ziet. Dus het lampje staat nog steeds aan, want er is nog geen seconde voorbij. Als het goed is, nu is hij uit. Als ik hem zo hoger zet, dan zou hij bij de volgende seconde, en kijk naar de simulatortijd, die loopt heel langzaam. Bij de volgende seconde zou hij al een stuk korter aan en uit moeten blijven. Dus hij zou zo weer aan moeten gaan en veel sneller uit moeten gaan. Ja. Als ik hem helemaal doordraai, dan zou het helemaal snel moeten gaan. Zo. Wacht heel even tot hij uitgaat en dan gaan we kijken wat hij doet. Een stuk sneller. Hou er rekening mee dat deze simulatie nu op ongeveer een tiende van de normale snelheid draait. Dit is ook de reden waarom je op een gegeven moment gewoon ja, wel Tinkercad kan gebruiken voor het maken van concepten. Maar niet als je ze echt wil gaan bouwen. Dan is het beter om het hier proef te draaien en het daarna volgens op een bordje echt te doen. Ik ga de simulatie nu ook stopzetten. En ik ga overschakelen naar het breadboard van de Arduino en daar gaan we verder. Hier zie je je breadboard al liggen met alvast aangesloten een ground en een 5 volt naar de ground en de 5 volt rail die hier loopt. Het enige wat ik vandaag nodig heb is een potentiometer. En denk er even aan dat je die pootjes even naar buiten buigt zodat die ook goed aansluit. En die steken we gewoon ergens in een bordje. Waar maakt niet zo heel veel uit. Ik doe het nu even hier. Maar wel iedere pin op zijn eigen plek. Volgens wat ik al gezegd heb, bij die eerste pin, voor jullie nu aan de linkerkant van het bord, sluit ik de 5 volt aan. En bij de laatste pin, voor jullie aan de rechterkant van het bord, sluit ik mijn ground aan. Ik doe het nu even heel ruim, dat is niet nodig, maar dat is voor de zichtbaarheid beter. Doe ik het nu goed? Nee. Dat zeg ik voor de zichtbaarheid beter. En vervolgens moet ik vanaf analoge pin 5, en die zit op de Arduino bij mij, zit die hier. En bij jullie ook ongeveer op die plek en nu Arduino is wat korter. Daar steek ik nu ook een kabel in, 7, 6, 5, dit is analoge pin 5. En die slaat ik aan op de middelste pin van de potentiometer. Dit is in feite, als ik het nu naast elkaar zet, ook de schakeling zoals we hem daar gebouwd hebben. Wat hier links is, is in Tinkercad boven. Maar je ziet inderdaad op volgorde stroom, analoge pin 5, ground. En dat zie je linksonder, zie je dat ook. Vervolgens gaan we nu, om dit te testen, de code erbij pakken. Die heb ik ook al klaarstaan. Die kunnen jullie, je kan hem nu baseren en overnemen of je haalt hem uit je boek. En dit is exact dezelfde code als die je gebruikt in Tinkercad. Wat ik nu als eerste doe is kijken. Nou, mijn bordje is nog niet aangesloten, dus hij ziet nog geen poort. Ik ga hem nu even aansluiten. Zoals je ziet, hij start ook op, dus hij lijkt iets te doen. Dan ga ik bij hulpmiddelen kijken. Nou, hij hangt aan de goede COM-poort en het is het goede bordje. Bij mij de Arduino Geno Mega en bij jullie de Arduino Genuino Uno. De code die klopt, ik zie geen typfout in ieder geval. Ik ga hem eerst even verifiëren zoals het hoort. Als het goed is, werkt het. Hij compileert tot dusver zonder foutmeldingen. En dat lijkt goed te gaan. Dus ik ga hem nu ook gewoon uploaden. En het is gelukt. Het enige wat je nu ook ziet is dat deze in de weg zit, waardoor je niet goed ziet wat er gebeurt. Dus ik draai het bordje een beetje. En hier zie je nu de led die, als ik me niet vergis, overeenkomt met de ingebouwde led. Dat betekent dat hij
langzamer draait als ik eraan draai. Maar ook als ik hem weer terugdraai. Wat je nu ziet dat ik langzaam doe, dat hij steeds wat sneller gaat knipperen. Tot hij op een gegeven moment op een punt komt dat hij bijna non-stop brandt of non-stop brandt. Dit betekent dus dat hij nu helemaal teruggedraaid, seconde aan, seconde uit, heeft die analoge waarde, heeft de hoogste waarde, 1023. Dus nu helemaal terugdraai. Hier zit hij tegen de nul aan. En daar kun je dus tussen draaien of tussen wisselen door te draaien aan die knop. Ik zal voor de zichtbaarheid, want ik vind deze led niet heel zichtbaar, zal ik ook nog even simpelweg een witte led aansluiten op A13. Dan kun je aan de hand daarvan kun je ook nog zien wat er gebeurt. En dat gaan we doen met een zwarte kabel op de ground. Naar een weerstand. Vervolgens de led. En daarna pakken we hier vanaf pin 13. Dan moet ik even kijken. Dus 8, 9, 10, 11, 12, 13. Die kabel inzetten op de plus. Als ik dit nou goed gedaan heb, en dat heb ik niet, dan gaan we kijken hoe dat eruit komt. De weerstand klopt niet nu, er moet eentje verder. En nu zie je dat hij hier ook knippert, iets zichtbaarder. Wit is misschien niet de juiste kleur voor op de camera, maar dan zul je ook zien dat als ik draai, dat hij sneller gaat knippen. Dit is één voorbeeld, nou ook het eerste voorbeeld uit het boek van wat je met een analoge knop zou kunnen doen. Of met een analoge sensor. Bedenk dat bijvoorbeeld een gamecontroller, die analoge stick die erop zit, is in feite niks meer en niks minder dan twee van dit soort analoge sensoren. Die gewoon een bepaald stroompje doorgeven. Op basis daarvan ga je bepalen, nou, waar sta ik of wat ben ik aan het doen. Een volumeknop van een versterker is vaak ook een soortgelijke draaiknop. En op basis van de waarde die daaruit komt, wordt het volume hoger of lager gezet. Dus wat dat betreft is het een eenvoudig voorbeeld. Maar het is wel een voorbeeld waar je veel mee zou kunnen als je dat zou willen. Dat was het voor nu. In het volgende filmpje gaan we aan de slag met een lichtgevoelige weerstand. Daarvoor kun je deze schakeling in stand laten, want we hoeven maar heel weinig te veranderen. Dus dat zal ik ook in het volgende filmpje doen. Heel veel succes. En als er vragen zijn, dan hoor ik ze graag tijdens de les.